verboden wapens, politieinvallen en de Crystal Meth Laboratorium. Het lijken allemaal ingrediënten voor een hele nieuwe spannende Netflix-serie. Gemeente Twenterand was de laatste tijd niet zo positief in het nieuws. Is Twenterand Breaking Bad? Met gevaar voor eigen leven gingen wij voor u de straat op. Wat is de praat op straat? Stellen, FromSoap is Breaking Bad? Nee, vind ik niet. Je hebt overal criminelen, dus in FromSoap ook. Ja, moet ik ervan zeggen. Het is een Mexicaans kartel, hadden gezegd. Maar ik kan niet zeggen dat ik me onveilig hier voel om te lopen, maar zo helemaal niet. FromSoap is de laatste tijd negatief en drugs gerelateerd in het nieuws. Wat vindt u van de imagoschade hierdoor? Nou, ik vind hem niet negatief. Echt niet. Nou, daar ervaren we zelf geen overlast van. Maar wat er dan gebeurt, wat je hoort, ja, daar maak je wel zorgen om. Tenminste, dat doe ik wel. Wij woonden tegenover de straat waar het opgerold is. En we hadden maanden last van dealers in de straat die dan op bepaald tijdstip een seintje gaven. En dan kwamen ze heel langzaam aanrijden. Daar rijden ze de hele middag, reden ze tussen 3 en 1 uur of 8 reden ze... Dusdanig dat ze steeds heel langzaam door de straat gingen. Op het eind van de straat gingen ze dan verhandelen. Een aantal mensen in de straat zijn ook echt heel bang geweest. Zijn wat oudere mensen. We waren eigenlijk heel blij dat dit nu opgerold is. En het maakte mensen bang waar het in de buurt plaatsvindt. En ik vind het met name voor oudere en kwetsbare mensen vind ik het een probleem worden. Want dat soort mensen, als je dan zegt, kunt u niet wat verder doorrijden of wat dan ook, die zijn, ze reageren niet aardig, zal ik zo zeggen. Ik heb er zoveel van meegekregen, je leest het in de kranten natuurlijk. En die negativiteit is niet terecht. Want er zijn wel omliggende plaatsen waar ook wel wat gebeurt, maar daar hoor of zie je nooit wat van. Ik heb eigenlijk, ik ervaar het zelf niet, ik hoor er wel heel veel van in de media, maar... Of in de regionale media, maar ik ervaar zelf geen drugsoverlast. En ik ben van een andere generatie, zeg maar. Dus bij ons was dat speelde dat wat minder, volgens mij. Maar ik hoorde wel veel van. Nou, ik vind dat, voor FromSoap vind ik dat heel schadelijk. Want zo erg is dat niet. Het wordt een beetje opgefokt door de media. Wordt het een beetje opgefokt. Want in omliggende plaatsen, hè, in Almelo, daar wordt haast elke week wordt daar een hennepkwekerij wordt daar, ontdekt. Hè. En daar wordt haast niks, geen rugbaarheid aan gegeven. Hè. Maar hier, als het hier in FromSoap is, wordt dat direct volop in de media, komt dat dan. Ik probeer altijd nog vertrouwen te hebben in het positief van het grootste gedeelte van de inwoners... binnen ons land en binnen deze regio. Ik denk dat er gewoon 98% goede mensen zijn. Die paar rotte appels die zullen aangepakt moeten worden. Maar om gelijk het negatieve te denken, dat wil ik niet. Vindt u dat de wijze waarop de politie optreedt, dat het afdoende is? Ja, dat vind ik wel. Ze doen zoals het hoort eigenlijk. Bekwaam werk en zo, alles goed in gereel. Ik heb geen zicht op wat ze doen. Maar je weet natuurlijk niet achter de schermen waar de politie mee bezig is en criminaliteit onderzoeken, noem maar op. Maar ik zou het wel fijn vinden dat er bijvoorbeeld meer dan één post is hier in FromSoap, waar je toch dagelijks op een bepaalde tijdstip iets kunt melden. Je wordt nu steeds via het internet doorverbonden en doorgeschakeld. Ik vind de hulpposten zijn niet van de politie direct bereikbaar hier in FromSoap. Meer politie in de gemeente Twenterand, want met ongevallen dan zijn ze er wel, maar voor zulke vergrijpen, er moet echt een misdrijf gebeuren, wil de politie komen. Maar voor kleine dingen, voor diefstal et cetera, dat gaat niet lukken. Er moet gewoon meer politie komen en ook speciaal
de politie, zeg maar, die dan de drugszaken behartigt? Nou, ik vind dat de overheid wat te veel regulerend is, zeg maar. Ik vind dat ze meer moeten ondersteunen. Ze is meer van handhaven, 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 terwijl ze de onderliggende problematiek niet aanpakken. Ja, als ze ze pakken kunnen, dat is natuurlijk een goede zaak. Maar ja, goed, overal gebeurt wat. En of ze dat allemaal achter elkaar doen kunnen. Er is op het moment wordt er veel gewerkt aan de omgevingsstation. Omdat daar veel ongeregeldheden zijn door de jeugd. En daar wordt dan wat aan gedaan door camera's te zetten. En meer de surveillance van politie. Ik houd me bezig met de veiligheid rondom het spoor. En ik doe al jaren, maak ik foto's en verhalen erbij over de criminaliteit in Vroom-Zoop. En ik spreek ook de jongeren aan op hun gedrag. En ja, dat, dan krijg je nog wel eens wat naar je hoofd geslingerd. Ik denk dat, dat de bewoners, die samenwerken met de politie zelf, aangeven waar de knellen zitten, dat je veel op kunt lossen. Dat denk ik. Het is een samenwerking. Je weet niet hoe ver iets gaat. Kijk, het kan niet alleen, soms kan het ook zijn dat het niet alleen verhandelen is. Maar mensen kunnen ook agressief zijn als ze zelf gebruiken. En dat idee is niet prettig voor nou, gewoon de samenleving. Ik vind dat mensen ja, echt op tijd hulp moeten krijgen. Die, die drugs gebruiken, maar die ook gedwongen worden om drugs te verhandelen. En dat, dat eigenlijk de mensen die daar weer achter zitten, die moeten opgepakt worden ook. En niet alleen de mensen ja, die ze ertoe zetten om het te gaan dealen. Als je een dorp veilig loopt, dan kun je niet alles alleen aan de politie overladen. Het is samen kijken en dan zie je andere dingen waar je denkt van hé, dat klopt niet. Geef je het gewoon netjes door. Voel jij je veilig op straat? Jawel, dat, ik voel me heerlijk op straat. Daar ben je nergens bang voor? Nee, ik ben nergens bang voor. Ik durf zelfs een achtbaan over de kop met drie salto's. Dus ik ben nergens bang voor.